geeft aan dat er iemand binnen onze gemeente is overleden. Als er iemand is overleden, dan gedenken wij dat op deze plaats. Ik verzoek iedereen, voor zover dat mogelijk is, daarbij te gaan staan. Op zaterdag 26 maart is overleden mevrouw C.A. de Bruin-Kroon op de leeftijd van 96 jaar. Mevrouw de Bruin woonde op het Legerhuis 16 te Akrum. De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 1 april om 10:30 en de begrafenis is in besloten kring. Laten wij haar in een moment van stilte gedenken. God, gedenk God dit leven. Bewaar haar naam bij de namen van allen, die geschreven staan in de palm van uw hand. En schenk ons het vertrouwen dat in het uur van onze dood wij geborgen zullen zijn in uw vrede. Amen. U mag weer gaan zitten. Nu de uitleg bij het bloemstuk 40 dagen tijd en Pasen. De thema is van u is de toekomst. Genade. Genade is wat we ontvangen. Op de tafel staat een konische pot om het ontvangen te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot hoogte van het bloemstuk. Juist deze combinatie, kleine pot, hoge schikking, maakt het beeld sterk. De schikking rust op de bodem van de pot en rijdt naar boven, naar de hemel. De rand van de pot blijft open om het ontvangende te benadrukken. Deze zondag zijn groene takken en een bloesem toegevoegd, symbool voor een nieuw begin. Vierde zondag van de 40 dagen tijd. Lucas 15, vers 11 tot 32. De gelijkenis van de verloren zoon. In deze gelijkenis staat het huis van God, de Vader, centraal. Daar is voor iedereen plek en het is er goed. Lucas 15 schetst ons zoiets van het toekomstplaatje waarnaar we op weg zijn. Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert feest. Welkom thuis voor wie zoek was of op reis. Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen. Je hoort hier in zijn aanwezigheid. Deel in de vreugde en open nu je handen. Hij heeft een feest voor jou bereid. Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. Vanavond is er om 7:00 een dienst in Leppenheim, waarin het heilig avondmaal gevierd zal worden. De voorganger is dominee van Bochhoven en de dienst is weer vrij te bezoeken door mensen van buiten Leppenheim. Aanstaande woensdagavond 30 maart is er 's avonds om 19:30 een vesper hier in de Terpkerke. In de dienst van volgende week zondag 3 april hoopt dominee G. Martens hier om 9:30 voor te gaan. De collecte van vandaag is bestemd voor diaconie en kerk en bij de uitgang PKN missionair werk. De bloemengroet van deze dienst gaat naar mevrouw Henny Gatsonides, dokter Itzeda Stritte, 28 in Akrum.
Als er iemand zich beschikbaar wil stellen om namens de gemeente de bloemen te bezorgen, dan kan die zich na de dienst melden in de torenkamer. De kerkenraad wenst ons allen een goede en gezegende dienst toe. We beginnen de dienst met het staande zingen van lied 536, vers 1, 2, 3 en 4. Alles wat over ons geschreven is. Bereiden wij ons voor in een kort moment van stilte. Ook dit morgenuur hier samen spreken wij uit en belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Die Heer, hij groet ons hier met deze woorden: genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
We hebben al heel veel toelichting gehoord van de ouderling, maar ik, als ik goed geluisterd heb, miste er één onderdeeltje in, namelijk dat u ontdekt dat er een roze kleur ligt. Ik heb de roze om, de afgelopen 3 weken had ik de paarse om, over een paar weken mag ik de witte dragen, maar vandaag, midden in de 40 dagen tijd, is het roze. Niet om een bepaalde relationale stroming te onderstrepen, nee, om aan te geven dat we even lucht mogen scheppen, even iets meer ademhalen, te midden van een zware tijd van vasten en je onthouden op allerlei manieren. Dat is een beetje de gedachte. We komen er nog wel op terug. Wij gaan ons nu verootmoedigen voor de Heer onze God en doen dat met lied 836, de coupletten 1 tot en met 5.
En die stille stem in het hart mag ons vanochtend deze bemoedigende woorden influisteren. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. En wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Deze tekst geeft als het ware de naamgeving van deze zondag. Zondag verheugt u. Het valt niet mee om in deze tijd makkelijk te zeggen, wij verheugen ons en we zijn blij en de vrede van God en noem maar op. Toch moeten we ons laten laven en dragen door deze woorden. Wij beantwoorden ze door samen te zingen lied 546, ook de coupletten 1 tot en met 5.
De kinderen gaan nu, zie ik. Ik wilde ze na het gebed laten gaan. Dan zou het gebed ook zijn geweest voor hun jeugdkerk. Maar dat even goed. Ik hoop dat jullie daar een goed vervolg hebben. Voor zover het nog te horen is achter het orgel. Laten wij samen bidden om Gods geest. Trouwe God, uw geest, uw kracht zoeken wij in een tijd die verdoft en die niet bemoedigt. Uw woord, uw liefde hebben we nodig om staande te blijven en de moed erin te houden. Kom met uw geest in ons midden en geef ons licht, geef ons leven, geef ons hoop, geef ons kracht. Om Jezus wil vragen wij u dat. Amen. De eerste lezing komt uit Jesaja, Jesaja 66, de versen 10 tot en met 14. De woorden worden gelezen door Jitske Schippers. Laat allen die Jeruzalem liefhebben, zich met haar verheugen en juichen om haar. Laat allen die om haar treuren, nu samen met haar jubelen. Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden. Haar rijke volle borsten zullen je zogen en verkwikken. Want dit, zegt de Heer, ik laat de vrede als een rivier naar haar toestromen. De rijkdom van alle volken als een overlopende beek. En jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. Zoals een moeder haar zoon troost. Zo zal ik jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden. Je botten zullen gedijen als het jonge groen. De Heer zal zijn dienaren zijn macht tonen en zijn vijanden zijn verbolgenheid. De Heer zal komen in een vuur, met zijn wagens als een wervelstorm. Hij komt zijn toorn uitvieren in vlammen, zijn dreiging in een vuurgloed. Wij zingen samen lied 450, de coupletten 1, 2 en 3. Thank you.
Op deze vierde zondag in de 40 dagen tijd zijn er twee lezingen die vooral aan de orde zijn. De ene, daarover hoorde u de ouderling spreken, namelijk de verloren zoon. De ander, die we vanochtend centraal hebben, is de spijziging van de 5000 aan het meer. We luisteren daarom nu naar woorden uit Johannes 6, Johannes 6 vers 4 tot en met 15. Aansluitend daarop zingen wij lied 383, de coupletten 1 tot en met 4. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we daaraan met zoveel mensen? Jezus zei: laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze en ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen. Misschien zijn er wel onder u die ooit een reis naar Israël gemaakt hebben en daar aan het meer van Tiberias of het meer van Genezareth Tapga bezocht hebben, een klein kerkje
het kerkje van de wonderbaarlijke spijziging. Ik kocht daar dit, u kent het denk ik wel. Je hebt ze ook in grotere schaaltjes waar je koekjes uit kunt delen. Dit is een klein schaaltje met een korf met 5 broden en 2 vissen daaromhoog. Omheen een mozaïek dat daar te zien is. En tegelijkertijd een toeristische aantrekkelijk verkoopproduct voor hen geworden is. Goed, geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus. Vandaag vieren we de 4e zondag in de 40 dagen tijd. Zondag Letare. Zondag verblijdt u. De zwaarte van de vastenperiode wordt halverwege eventjes doorbroken door al wat eerste denkbeeldige lichtstralen van Pasen. Witte stralen. De paarse kleur maakt op deze zondag daarom traditiegetrouw plaats voor een roze tint. Wit dat het paars doorschijnt geeft een beetje roze als resultaat. We ademen eventjes op te midden van ruim 6 weken bezinning op het slotstuk van Jezus' 33-jarige leven. Verblijd u, klinkt het. En die woorden zeggen in deze tijd, deze weken, deze journaals van elke dag, deze kranten, die woorden vallen niet mee, maar blijven gelden en zijn ontleend aan de profeet Jesaja en aan Paulus in dat stuk in Filippenzen 4. Die woorden galmen na in ons geheugen en willen ons wel blij maken, ook al valt dat lang niet altijd mee. Verblijd u daarmee onderweg. Er wordt een nieuwe weg ingeslagen. Pasen ligt wat meer op. Deze zondag wordt ook wel Klein Pasen genoemd. Iets van de glans en het heil wordt eigenlijk al een beetje geproefd en beleefd. We volgen Jezus' gangen in Johannes 6. En u die misschien thuis het dagboekje leest in deze 40 dagen tijd van het blad Petrus, maakt die Johannes 6 woorden van dag op dag mee op het ogenblik. Johannes 6, we lezen het verhaal dat Jezus naar de overkant van de zee gaat. Er klinkt iets door in die woorden, of er galmt iets na. Want ging het volk onder leiding van Mozes, en dat is in wezen onder leiding van God, ooit ook niet naar een overkant, dwars door de zee, en daar aan die andere kant was het en bleek het veilig, althans veiliger, en ging het richting beloofd land, richting nieuwe tijd. Jezus vanochtend naar de overkant van de zee. En daar aangekomen gaan ze in het Johannesevangelie een berg op. Ging Mozes niet ooit ook een berg op om de 10 woorden te ontvangen? Het ware onderricht van God, de Torah. En maakten we misschien eerder in deze 40 dagen tijd een moment mee waarin Jezus met 3 discipelen op een berg in een lichtglans Mozes en Elia ontmoette, symbool staand voor wet en profeten? Een berg duidt op iets bijzonders in de Bijbel. Daar hoog of hoger, daar ontmoet je God nadrukkelijker. Maar Jezus gaat nu daar op die berg zitten in alle rust, met allen die hem volgden om hem heen. Zitten daar als een rabbi, als een rabbijn, als een lerende Jood. Een proces van leren, van onderricht. Een Joodse leraar zit bij zijn leerlingen. En de lezing meldt in het begin dat de tijd van Pesach nabij was. Een mooi moment om juist in die tijd te leren, leerhuis te ervaren, te hangen aan de lippen van de meester, verrijkt te worden door zijn woorden. De tijd van Pesach, de tijd van Pasen, die is nabij. Die tijd van het ongerezen brood, dat broodfeest van de uittocht uit Egypte ook. Het feest van de bevrijding en het nieuwe leven. Het feest van het tekort en nochtans het genoeg. Dat feest
krijgt hier vanochtend gestalte. Een overvloedig broodfeest. Jezus overziet de situatie daar. En hij ziet de veelheid aan mensen om hem heen. Allemaal volgers. En hij vraagt, waar kunnen wij brood kopen? Met andere woorden, waar halen we voor zoveel mensen brood vandaan? De vraag naartoe, naar nu vertaald, is actueler dan je denkt. Meestal komt Jezus met een oplossing. Nu creëert hij een vraag. Hij test of ze zijn onderricht, zijn eerdere woorden, wel goed begrepen hebben. Jezus leefde immers van het doen van de wil van de Vader. Hij was het levende brood zelf. Jezus krijgt antwoord. Er blijkt niet genoeg geld aanwezig te zijn om brood te kopen. De broodvraag verwordt tot een economische geldvraag. Er zijn acties nodig. De recessie zet door. De voedselbank is nodig. De pijn treft velen. Mensen kunnen niet verder. Mensen lopen vast. Maar hier aan het meer van de zee ook een groot probleem. Maar gemeente, samen kom je toch verder. En dikwijls kom je er ook uit. En uit nood wordt creativiteit geboren en vindingrijkheid. Schaarste is een bodem voor nieuwe oplossingen. Jezus test Filippus, want, lezen we, hij wist al hoe de situatie erbij lag. En wat doen gelovigen wanneer de nood aan de man komt? Een tweede discipel treedt aan het voetlicht. Naast Filippus nu ook Andreas. Hij meldt dat er een jongetje is met 5 gerstebroden en 2 vissen. Dat is toch iets. Dat is mooi. Maar het lijkt lang niet genoeg. Maar toch, wie niet waagt, die niet wint. Kinderen hebben meer in te brengen in kerk en geloof dan we menen. Kinderen bepalen mee de kleur van de gemeente en de gemeenschap. Meer dan wij hen toedichten. Een kind in het midden. Een kind, vast nog geen doorleefd gelovige. Maar iemand die enigszins naïef zijn kleine beetje proviant komt tonen en aanbieden. Alle beetjes helpen toch? Het zijn toch de kleine dingen die het hem doen? En wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. We kennen toch de macht van het kleine? Ergens beginnen. Ook een druppel op een groeiende plaat is een druppel. Vele kleinen maken toch één grote. Ach, u kent die gezegden ook. Jezus vraagt nu nadrukkelijk of iedereen daar maar wil gaan zitten. Jezus ziet perspectief. Jezus geeft moed en licht. Zijn wij er gevoelig voor? Durven wij het met hem aan? Jezus is ons perspectief. Ook in deze donkere tijd anno 2022. Met zinloos oorlogsgeweld. Succesvolle geldacties. Een afronding van maatregelen vanwege een pandemie. En meer schrijnende feiten die ons nog in het geheugen zitten. Klein Pasen gaat gloren. Licht aan de horizon. 5 gerstebroden blijken er te zijn. En 2 vissen. Ja, en traditiegetrouw werd met Pasen altijd een schoof gerst geofferd. En de profeet Elisa voedde in de tijd in Gods naam 100 man met 20 gerstebroden. 2 Koningen 4. 5 gerstebroden, 5, een getal dat als verwijzing kan dienen naar de 5 boeken van de Tora, de Pentateuch. Het onderricht van Mozes. En naast die 5 dat andere getal, 2 vissen. 2 als de 2 dagen waarvoor men manna mocht verzamelen. Na de 5 weekdagen. Dat dubbele portie om de Sabbat te overbruggen. De heilige dag. 2 staat ook weer voor de grote 2 wet en profeten. En staat voor de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament. Staat voor het woord van God. Jezus leefde vanuit het doen van dat woord. Die wil van God. En hij kende de getallen, hij kende de kabbalistiek. Hij, Jezus,
leefde zelf 40 dagen lang zonder eten en drinken in de woestijn en wist hoe je met bescheidenheid kunt omgaan. Er gebeurt hier aan de zee, aan de oever, op die berg iets heel bijzonders. Er spreekt symboliek. Er geschiedt een wonder. Tja, en er was daar volop gras. Dus iedereen kon gaan zitten, staat er doodleuk. De grazige weiden van Psalm 23. Ze worden eventjes ervaren in die paar woorden. 5000 man zat daar. En vrouwen en kinderen worden niet eens genoemd, maar waren er vast en zeker ook. Een grote groep mensen. Dat vraagt om structuur. Dat vraagt om organisatie. Dat vraagt om instituut. Dat vraagt om crisismanagement. Hoe herbergen we zoveel mensen die in Nederland straks onderdak moeten vinden, omdat ze gevlucht zijn, noodgedwongen? Hoe voeden we 5000 mensen? Hoe zijn wij mensen in de nood daarbij? En elders in de Bijbel lezen we over dit voorval dat men ook keurig in groepjes werd verdeeld. En dan wordt Klein Pasen heel nadrukkelijk samengevierd. Voor de evangelist Johannes is dit het verhaal bij uitstek wat bij hem gestalte krijgt als het avondmaal. Jezus neemt het brood, ziet op naar de hemel, bidt, spreekt een zegen uit, breekt en deelt. Jezus deelt zelf. Er staat niet dat zijn leerlingen meehelpen, mee uitdelen. Hier deelt Jezus zichzelf, persoonlijk. Hij zelf. Dit is mijn lichaam. Dit is het levende brood. Dit is het levende woord. Er is blijkbaar overvloed. Genoeg voor iedereen. Samendelend kom je verrassend verder. Het geeft nieuw perspectief. Lieve mensen, hoe hoopvol is dit gegeven in de malaise tijd waarin wij leven, onderweg zijnd, wegenzoekend. In het verhaal is het nog sterker. Er blijft over voor anderen, voor niet aanwezigen. Er blijven 12 manden over. Elke discipel kan bij wijze van spreken straks de wereld in om het woord, het brood, door te delen. 12 zonen, 12 stammen, 12 discipelen. Een wereldwijd concept. Overvloed aan brood. Zoals er in dat andere verhaal van Johannes bij de bruiloft te Kana ook overvloed aan wijn was. Brood en wijn, wonderlijk. De twee ingrediënten voor ons heilig avondmaal. Dat laatste maal in de bovenzaal. En die vis dan? Wel, vis was in die tijd ook algemeen volksvoedsel. De vis stond symbool voor de verrijzenis uit de dood. Het ichtersvisje. Lieve mensen, zij daar aan het meer van Tiberias, of het meer van Genezareth, of het meer van Galilea, drie namen voor hetzelfde meer. Zij daar aan de zee beleven het wonder van het genoeg, van het meer dan genoeg, in Gods naam. Uit dat wonder mogen ook wij leven en op weg gaan, samendelend, samenvierend, een leven lang. Uit dat wonder ontlenen wij hoop en vertrouwen en toekomst. Hij, God in Jezus, is met ons, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. En dat te weten mag ons genoeg zijn. Amen. Wij zingen met elkaar nu lied 566, de 6 korte coupletjes.
Laten we samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor uw liefde en trouw, voor uw mededeelzaamheid, voor het wonder dat in u gestalte kan krijgen, voor uw liefde door de tijd heen, ook al kostte dat het leven en ook al gaf het leven. Heer, wij bidden u deze dagen voor allen die lijden onder de naweeën van corona of opnieuw geslagen worden door een moment van besmetting met alle narigheid van dien. Wees met hen, geef hen licht en doorzettingsvermogen. God, wij bidden u, u die gezegd heeft, geef gij hen te eten, geef gij hen liefde, geef gij hen broeder en zusterschap, geef gij hen dat wat ze nodig hebben. Heer, leer ons geven aan hen die dat op het ogenblik zo hard nodig hebben. Die liefde, die mededeelzaamheid, dat brood, dat minimale wat maximaal kan proeven wanneer ze in liefde ontvangen. Wees met vluchtelingen onderweg. Wees met mensen die geen uitkomst meer zien. Wees met mensen die niet kiezen voor vluchten, maar het risico van blijven, van dag op dag, van moment op moment, bang en pijnlijk ervaren. Heer, houd uw kinderen vast, uw schepselen, waar ook ter wereld. En geef vrede. Geef dat woord in het hart van mensen die hardstallig zijn en niet willen buigen. Heer, leer ons het leven. En help ons mens en medemensen zijn, gemeente te zijn, in tijden van moeite en zorg. Hoor ons, o God, wanneer wij in stilte hen opdragen die ons na aan het hart zijn. Zo bidden wij ook voor de nabestaanden van mevrouw de Bruin Kroon. Wees met hen deze dagen, waarin verlies gedragen wordt, liefde ervaren wordt, saamhorigheid gedeeld wordt. Hoor ons, o God, wanneer we samen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. De collectebestemmingen zijn u al genoemd. Vindt de collecte in de dienstplaats, dan nodig ik jullie uit om dat te doen. Na de collecte zingen wij met elkaar lied 827, de coupletten 1, 2, 3 en 4.
Fijn dat u er was. Ook u die meeluistert. Fijn dat u er bent. Dank aan het technikteam. Dank aan de lector. Dank aan anderen die een inbreng hadden. En heel veel sterkte. Elke dag opnieuw. Ontvang daartoe Gods kracht en Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van zijn Heilige Geest zij en blijven met u allen. Dank ook organist, ik heb het u niet makkelijk gemaakt met de melodieën en ik heb het ook jullie niet makkelijk gemaakt met het zingen, maar het waren wel de woorden die bij deze thematiek pasten.